Handen omhoog! Handen omhoog! Handen omhoog! Handen omhoog! Handen omhoog. Nee, jij! Nee, wegmisbruiker! Volg hem! Oh. Wegmisbruiker! Hij ging veel te hard! Pak hem! Veel te hard! Pak hem! Politie, blijf staan! Auw! Oh. Ga hem achterna! Auw! Echt een keer dit rommelhok opruimen. Er ligt zoveel rommel. Hallo, is het... Kijkers, welkom bij weer in een gloednieuwe video. Leuk dat jullie er zijn. We zijn vandaag zoals gewoonlijk weer in mijn huis. Alle video's... Ik weet niet wat daar gebeurde, sorry. Alle video's beginnen altijd in mijn huis, lekker origineel. Maar vandaag had ik toch zo'n goede planning. Maar voordat ik jullie dat ga laten zien, moeten jullie even abonneren. 3, 2, 1, goed zo! Heb je het nou niet Waarom heb je het nou niet gedaan? Ik dacht dat je het ging doen. Maar goed, vandaag was mijn planning om lekker naar buiten te gaan. Ik wilde namelijk lekker tuinieren. Dus ik ga hier even de bladblazer pakken. Maar wacht even, waar ga ik staan? Ik denk dat ik hier even ga... Ja, hier liggen allemaal troepjes op de grond. Zo, hoppakee. Al die blaadjes weghalen. Hé! Hey! Stoppen! Oh, moet je nou zien? Kijk nou wat! Wow! Dan krijg je nog eens een beetje actie hier buiten. Dat gebeurt ook nooit. Meestal ben ik degene die achtervolg wordt. Die stomme rotblaadjes die mogen even weg. Hé, hey, daar is hij weer! Daar heb je hem weer! Hé! Hey! Oh! Meneer? Oh, hij stopt. Oh, ik denk... Maar hij haalde het niet. Ik zag het net al. Oh, hij gaat de winkel in. Maar waarom is hij nou gestopt? Ik zag het al en net zat hij er echt dicht achter. En toen net kwam hij weer voorbij en toen was het afstand groter. Maar is die motor dan zo traag of zo? Hoe kan dat? Dit kan namelijk niet hoor. Nu is die boef weggekomen. Die agent heeft gewoon opgegeven. Ik heb een idee. Dit is goed. Dit is voor het doel. Jongens, dit is voor het goede doel. Dit is voor het goede doel wat ik nu ga doen. Auw! Van mij! Auw! Kijk eens, hij is echt heel traag deze motor. Hij gaat echt maar 70 of zo. Een beetje iets harder dan 70. Dat is echt slecht. Hij kon hem ook gewoon helemaal niet bijhouden. Nou, dus we zijn in ieder geval bij de garage. Dan gaan we even lekker... Deze... Gerrit, stop nou! Gerrit! Mag ik één keer op de knopje drukken? Nee! Eén keer, please! Nee, Gerrit, stop met die afstandsbediening. Nee, Gerrit, wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn aan het spelen met de auto. Hoezo? Mijn bus! Die is nog nooit in alle 100 jaar dat ik hier werk verplaatst. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat doet Gerrit met die afstandsbediening. Gerrit, zet hem eens neer. Wat doen jullie hier überhaupt? Waarom zijn jullie... Niet op die rode knop, Gerrit! Waar is Toos? Hij is ineens weg. Oh shit, ik heb op de lead gedrukt. Oh nee! Oh nee! Nee, waarom heb je nog een delete? Toos! Ik ga een nieuwe toos halen! Ga jij maar een nieuwe toos halen. Oké, nou weet je, ik ging net wat er met hun aan de hand was. Ze waren hier blijkbaar nog steeds met de jetpack aan het spelen van vorige keer. Maar goed, we gaan deze politiemotor, die moet gewoon even een stukje snel... Waar kom jij vandaan? Wat gebeurt er allemaal? Wij staan paraat. Nee, ik heb net een agent achter een auto aan zien gaan. Ja. Dat was een hele heftige achtervolging. Maar die agent was... Toos, ja. Waar ga je heen? Waar ga je nou? Ik zag een vogeltje. Oké, okay, Gerard. Gerard, blijf... Ja, nee, nee, Gerard. Dan ga ik het zelf wel denk ik weer doen. Ik pak eerst even die spullen. Ik pak een monteurkist. Pak jij de monteurskist? Want jongens, ik moet even dit verhaal vertellen. Kom maar bij, kom maar bij. Dat was dus die agent, die was aan het achtervolgen. En op een gegeven moment stopte die, want hij haalde het gewoon niet, zag ik. Hij redde het gewoon niet, het was zo stom. Dus toen dacht ik, wat nou als ik die motor nou even... Toos, waarom kom je zo dichtbij? Oh, weet ik niet, sorry. Ja, dus ik dacht, wat nou als ik hem even leen? Gerard, dat is een andere koffer. Ik dacht, wat nou als ik hem dan een stuk sneller maak? En dat hij hem dan voortaan wel bij kan houden? Zo helpen we de maatschappij. Zo dat exact, dat dacht ik ook al aan. Zo helpen we de maatschappij met het feit dat die motoren gewoon zo traag zijn. Joepiee! Dan halen we dit draadje los. Nee, Toos, nog niet doen. Toos! Oké, Gerard. Ik kan de gereedschapskist niet vinden, maar ik vind hem wel. Een lekkere fles whisky. Oké, dus we gaan er even aan sleutelen. Nou, dan zetten we de motor even neer hier. Dan kunnen we eraan... Ik heb de schroevendraaiers. Dat is prima. Kijk, haal maar wat dingen los aan de achterkant waar de motor zit. Zo. Oké, jongens, dan gaan we er nu aan beginnen. En dan zullen we sneller maken, even wat mooier maken. En dan zijn er een aantal tests die we gaan doen. En tegenwoordig doe ik het ook met jullie. Moet ik deze losmaken? Ja, maak jij die maar los. Dan ga ik je wel sleutelen. Oké. Zo, hey, eindelijk dat vuur is uit. Die ton is helemaal kapot. Nou, ik heb er zelf ook al een aantal keer tegenaan getrapt. Maar het stond naar Toos. Als je eindelijk weer gemaakt, dan ging Toos er tegenaan trappen. Maar goed, de voertuigen staan buiten. De brandweer staat er nog. En ja, voertuigen, zoals ik het al zeg, zijn er drie. Toos, waarom zijn er eigenlijk drie? Drie voor de prijs van één. Drie voor de prijs van één. Gerard, waarom heb jij er ook één? Dat is helemaal... Wat ben je aan het doen? Gaat het met je, Gina? Gerard, je nek!
Wat doe je? Gerard! Gerard! Je lijkt op gezeten! Stop! We hebben er 3 gemaakt, zodat we... Ja, weet je, ik kan er wel eentje maken en dan kunnen we hem testen. Maar ik dacht, wat nou als ik er 3 maak en dan... Toos, je hebt per ongeluk terwijl je je motor ging overspuiten ook je nummerbord genoemd gespoten. Shit! Ja, maar die van Gerard is oranje. Ja, jij hebt hem ook overgespoten. Waarom hebben jullie dat nou gedaan? Als ik beetje ben, doe ik het direct goed. Nee, oké, dat vind ik prima. En ik deed het per ongeluk. Stap op, jongens. Ik heb ze allemaal heel snel gemonteerd. En dan gaan we de eerste test doen. De eerste test die is bij het vliegveld. Gerard, ik heb daar was met jou heb ik daar een test gedaan met de brandweer. Weet je nog? Nee. Oh nee, wat dement. Nou, volg me maar, jongens. Oké, ik ben die opa's kwijtgeraakt onderweg. Geen idee waar die gebleven zijn, maar we zijn aangekomen. Oh, kijk, daar heb je Toos. Oh, daar heb je Gerard. We gaan een test doen hier. Pas op voor de vogels. Niet normaal doe ik altijd zelf een test. En dan ga ik altijd heel hard rijden. En dan niet remmen gewoon. Snappen jullie? Ja. Gerard, jij speelt even de boef, weet je. En Toos en ik gaan achter je aan. Je krijgt 1 seconde voorsprong. 3, 2, 1, rijden. Nee. Ja, ga je, Gerard, kom. Hey, kom. Pak hem, Gerard. Nee. Oh, Toos, waar ga je heen? Toos, je vliegt. Toos. Oké, Toos, onze vorige poging ging zo goed, weet je nog? Nu doen we dat Gerard de boef is. Waarom ben je daar zo boos, Nama? Wat doe je nou? Hier, deze. Oh! Ik wist niet dat ik die op zak had! Staan blijven! Politie, halt! Halt! Politie, halt! Halt! Staan blijven! Staan blijven! Gerard, au! Staan blijven! Politie! Staan blijven! Ik stop. Ik heb hem te pakken, Toos. Eenmaal Henkie en Toos. Toos, zooi me over de intercom. Oh, hier is hij. Ja, ik heb de boef te pakken. Kom snel te plaatsen. Hou hem onder schot, Toos. Nee, hij ligt... Toos. Stop. Jij bent hem. Handen omhoog. Nee, jij. Handen omhoog. Hey, ik zei toch... Liggen blijven. Hier, schiet hem neer. Pak hem. Schiet hem. Oké, daar zijn we. We zijn aangekomen. Pas op dat jullie niet te hard gaan, jongens. Hier naar beneden. Voorzichtig, naar beneden. Voorzichtig. Kom maar, Gerard. Gerard, voorzichtig. Oké, welkom, jongens, bij Mount Danger. We zijn aangekomen. Danger. De eerste tactiek die we altijd doen. Zie jullie dat hekje daar? Welk hekje? Hier, deze. Die moet altijd naar beneden. Het is altijd... Het hekje staat er niet voor niks, hè? Kijk, mensen maken foto's. Zien jullie? Daarboven! Daar? Daarboven! Zo, daar ben ik vanaf. Help, ik sta hier onder. Hé, waar ben je, Gerard? Oh, Gerard, klim omhoog! Hij heeft het overleefd, hoor, Toos. Omhoog glimmen, Gerard, je kan het. Oh, nee! Oh, daar ben ik ook vanaf, jongens, eindelijk. Au! Zijn jullie er klaar voor? Nee. De test is namelijk, we gaan rijden en je moet zo lang mogelijk overleven. Dus Toos, ga jij maar eerst. Ja, maar dat gaat... Oké. Toos, jij gaat eerst. Ik ga de andere route. Toos, wacht, daar gaat hij, Gerard. Oké, kom Gerard, het is nu jouw beurt. Ga jij maar. Ik rij wel achter je aan. 3, 2, 1. Ja! Oh, Gerard, kom. Daar gaan we, Gerard. En je moet niet van je motor afvallen, anders... Au, nee. Hey Toos, achter je. Toos, hey, mijn motor ligt bij jou. Hey, ik heb hier je motor bewaard, hoor. Oh, dankjewel, top. We kunnen gewoon weer verder. We zijn Gerard ook al verloren onderweg. Toos, wacht. Toos, kom terug. Kom, we kunnen. Ja, ik ben maar... We kunnen. Toos. Nee, lopen, blijf een beetje in de binnenring hier. Oh, in de binnenring, maar dan de buiten. Binnenring. Oh, nee, die kan ze stenen. Oh, Toos. Oh, het gaat goed bij mij. Oh, waar zou Gerard zijn? Ah! Hey, Gerard! Ik zag Gerard! Nou, ik wacht beneden wel op. Zie je, tot ze hier ook heen komen. Ik heb dit al een tijdje niet gedaan van Mount Danger naar beneden. Oh, daar hebben we Gerard al. Volgens mij komt Gerard daar al aan. Oh, wacht, nee. Het is alleen Gerard zijn motor. Oh, Gerard! Gerard, je motor! Gerard! Ben je de hele pad naar beneden gaan rennen? Oh, Toos! Auw! Help! Ik zit vast! Volgens mij heb je Gerard vermoord. Waarom trap je nou? Oké, jongens, stap op de motor. Mijn motor ligt hier rechts beneden, hoor. Ja! Oh, hier! Hier ligt hij inderdaad. Waar ben je, Gerard? Gerard! Oké, volg mij, we gaan weer terug. Nou, ik sta hier bij die test te wachten op Toos en Gerard. Kijk, kom maar naast me staan, die is zo, Toos inderdaad. Zo, dan gaan we kijken. Gerard, je mag hoor. Toos, ik zou niet op de baan staan, zo rijdt Gerard je nog aan. Mag dit niet hier? Ik wil hier kijken. Toos, voorzichtig. Toos, Gerard! Waar is hij? Oh, daar omhoog!
Oh, hij gaat goed. Wow. Wow, daar gaat hij. Ah, hij is dood. Daar kom ik. Yeah. Wow. Oh. Wow. Ja, nou Gerard, wat doe je nou? En, tada. Au. Oké, jongens, daar gaan we. Met z'n drieën. Pas op dat je niet te hard gaat door de bocht. Ga maar. Hé, het is niet eng. Ja, wow. Wow. Oh, Toos, zijn we verloren. Oh, waar ben jij? Gerard. Au. Hey Toos! Hey, alles goed. Mooie landing. Lang niet gezien, man. Nee, lang niet gezien. Hoe is het met je? Nee, ja, goed. Nou, als het goed is, kan hij in elk moment aankomen. Ja, daar heb je hem! Hey, wegmisbruiker! Volg hem! Wegmisbruiker! Hij ging veel te hard. Pak hem! Veel te hard! Pak hem! Politie, blijf staan! Auw! Dit is een echte achtervolging. Politie, staan blijven! Staan blijven! Stap uit met je handen omhoog! Stap uit met je handen omhoog! Auw, hij knalt tegen een paaltje aan. Daar gaat hij. Hij gaat er vandoor. Ik snij hem af, Henkie. Ja, snij hem af. Goed zo. Pak hem. Oh, pak hem, Toos. Jaag hem naar de stad. Jaag hem naar de stad. Daar kunnen we hem pakken. Oh, daar gaat hij. Pak hem. Over de auto. Wow. Daar gaat hij. Wow, wat is hij snel. Wow, pak hem. Ga hem achterna. We zijn hem wel kwijt. Wacht, kom. Ja, we gaan hem even zoeken. Ja, we volgen het spoor van... Het spoor. Laat maar zitten. Hier, kom hier de weg op. Hier, zo. En dan moeten we hem hier gaan we hem ergens zoeken. Toos! Laatst gezien. Hierboven ongeveer. Hij vloog deze kant op. Hoe laat wat? Hoe laat is die hier gezien? Weet ik nou, twee minuutjes geleden. Hij ging richting de stad inderdaad. Wacht, volg mij. Ja. Hier heb je hem! Staan blijven! Politie! Dit is je laatste waarschuwing hoor. Staan blijven. Nu kom je echt niet meer van ons af. Nu kom je echt niet meer van ons af. Oh. Staan blijven! Je gaat veel te hard! Dat is illegaal! Oh! Toos, wat doe je nou? Daar heb je niet meer. Pak hem. Oh, wat is hij snel? Hij manoeuvreert. Niet komen. Jawel, we zijn geautoriseerd. En gemobiliseerd. En gemotoriseerd. En gemotoriseerd. Zolang hij maar niet omhoog gaat, Toos. Staan blijven! Oh, ik heb hem Toos. Nee! Nee, hij gaat omhoog! Wat gaat hij nou doen? Toos, Gerard, stop! Oh, dit is toch veel te gevaarlijk. Ja, dit is toch veel te gevaarlijk. Hij is gevallen. Ik zie hem letterlijk staan. Hier is hij. Ja, hij rijdt alweer weg. Oké, nu ga ik hem pakken. Eén laatste keer. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Hij vloog heel ver weg. Welke kant zullen jullie opgaan? Rechts. Links. Oh ja, ja. Hij klimt omhoog. Hij klimt omhoog. Oh nee, dat is toch veel te gevaarlijk. Klimmen jongens, klimmen! Snel! Hij kan geen kant op daarboven! Hij kan geen kant op! Waar is hij? Hij ligt erboven, wacht! Hallo Gerardje! Hallo! Doe voorzichtig! Nee! Gerard! Nou, daar zijn we vanaf! Kijk nou wat we hebben gedaan! Ja, hij was een boef! Ja, maar boeven hebben ook recht tot leven! Oh wacht, dan ga ik hem al halen! Nee, Gerard! Nou, kijk eens. Laten we de motor op de rechtmatige plek zetten. En dan doen we niet deze, dan doen we wel mijn eigen. Nou, laten we deze op de plek zetten van de agent. Ik denk dat de agent wel veel eraan heeft. Wat een beetje chaotisch. Normaal doe ik dit alleen, dan heb ik overal de controle over. Maar nu was het zo chaotisch allemaal. Oké, dan ga ik hem weer op zijn plek zetten, hoor. Dan is het net alsof er wel niks gebeurd is voor die agent. Nou, daar zijn we dan weer. We zijn aangekomen. Ik zet hem snel op de plek. Maar mag echt niet doorhebben dat ik eraan geknutseld heb. Oh, dan snel terugrennen. Pas op, auto! Jemig! Oké, snel. Ik stond hier te bladblazen. Misschien is die agent trouwens al weg. Ik ben echt al een uur lang op pad geweest of zo. Langer zelfs. Oh, kijk. Ah, hij stapt gewoon op. Hij heeft geen idee wat gebeurt. Ik denk dat hij door zou hebben. Dat hij wel door heeft dat er wat met zijn motor is gebeurd. Laten wij maar naar binnen gaan. Ik wil hier niks mee te maken hebben eigenlijk. Nou, kijk eens. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het was echt heel chaotisch. Maar ik heb een agentse motor gewoon even wat sneller gemaakt. Het is beter voor de toekomst. Beter voor de jeugd. Beter voor alles en iedereen. Dank jullie wel voor het kijken. Spreek jullie later. Glaasje water. Tel tot 4 flesje bier. Abonneer zeker even als je het nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer. Doei. Yeah.